Oké, iedereen. Het is vandaag een speciale dansles, want we gaan beginnen met de actjes voor de dansshow. Ja, superleuk, hè? Ik ga jullie vandaag vertellen wat we allemaal gaan doen, welk thema dat het is, welke kleren dat jullie gaan moeten aandoen, op welke liedjes dat we gaan dansen. Wat is dat? Maar eeuw, van wie is dat? Chloe, heet toch niet? Nee. Wat is dat hier allemaal? Daar ligt hier een vuile tampon op de grond. Wauw, kan dat nu? Maar dat is zeker niet van mij, hè. Ik heb al zeker niet mijn regels en ik heb ook al zeker geen tampons. Chloe! Nee, niet belachelijk doen. En trouwens, dat is geen tampon met bloed, hè. Dat is een tampon met ketchup, ja. Dus dat kan al zeker niet van Chloe zijn. Wie heeft dat gedaan? Menen jullie dat nu? Oké, ik ga jullie één ding zeggen. Ik kan echt niet tegen pesten. Dus je gaat nu zeggen wie dat gedaan heeft. Of jullie doen allemaal niet mee met de dansshow. En dat meen ik. Ja? Van wie is dit? Hebben jullie dat gedaan? Meent je dat? Stelt mij echt teleur. Hier, je mocht dat zelf in de vuilbak gooien. Je mocht ook voor de rest van de les op de bank zitten. En ik ga straks ook met jullie ouders praten, want dat kan voor mij echt niet. Ja? Ik ga nu Chloe gaan halen en ik hoop dat je straks sorry zegt. En die solos op de dansshow, daar moet ik nog eens over nadenken. Ja? Oké. Okay. Chloe-tje, je moet dat niet aantrekken, hè, zeg. Je moet dat zeker niet voor schamen. Weet je, ik heb nu ook mijn regels, hè. Dan denk je dat iemand iets kan schelen? Allee ja, water misschien een beetje. Omdat ik dan zo sneller lastig ben op hem en omdat ik dan kei veel honger heb. Maar weet je wat Shania en Noor hebben gedaan? Dat is echt super kinderachtig, hè? Dus ik heb ze een keer goed aangepakt. Stien zei ook al dat ik mij niet moest aantrekken. En dat ze dan misschien zou stoppen. Voilà, maar Stien heeft gelijk. Dus kom er nu mee terug naar binnen. Oh, leuk, Lo, weet je, kom. Laat een keer zien dat je dat niet aantrekt. Oké, okay, dan. Ja? Ja. Sorry, Chloe. Maakt niet uit. Ik kan me niet schelen wat jullie ervan vinden. Binnen een paar jaar is dat hier en dan zullen jullie zien hoe kinderachtig dat dit wel niet was. Ja, oké, iedereen terug op zijn plaats. Genoeg drama, hè, want we hebben nog keihard voor de dansshow. Had ik het thema al gezegd? Nee. Ik had dat nog niet gezegd. Amai, krijg je maar niet genoeg van Vloglab? Klik dan hier voor meer. En als je wilt weten komen wat er nog allemaal gaat gebeuren met de vloggers en of de relaties goed komen, zeker klikken dan. Klik, klik, klik.